Dag iedereen en welkom bij de Tour Special van de Tribune. Op 1 juli, de start of het begin van de grote vakantie, start de Ronde van Frankrijk opnieuw voor de 110e keer. Een nieuw duel tussen Vingegaard en Pogacar en ook eentje tussen Van Aert en Van der Poel. Dat kunnen we al verwachten. En wat er nog meer op ons ligt te wachten, dat horen we vandaag van onze drie gasten. Dat zijn Renaat Schotte en José de Kouwer, ons tv-commentaarduo. En ook radioman Christophe van der Goor. Dag mannen. Hallo. Christophe, jij zit hier vandaag alleen, want jij hebt nog twee co-commentatoren, maar onze tafel is maar zo groot. Geen probleem, ik kijk een beetje en naar links en naar rechts. Ja. Voilà. Het is dinsdag 27 juni als we opnemen. Jij vertrekt binnenkort naar Frankrijk. Wanneer exact? Vrijdag. Ik word daar vaak op aangesproken. Waarom pas zo laat? Maar het heeft gewoon met familiale redenen te maken. Omdat mijn jongste zoon afstudeert aan de lagere school. Dat zijn ze de studiejaar. En daar moet je eigenlijk toch wel als vader bij zijn. Dus vandaar eigenlijk pas vrijdag richting Bilbao. Uiteraard. Renaat en José, jullie nemen opnieuw plaats in de studio in Brussel. Maar ik heb wel gehoord dat die een stuk huiselijker is gemaakt. Volgens mij vertelden jullie dat vorig jaar al, om in de moed te komen ook daar. José mag aftrappen, hè. Het is juist niet de bedoeling dat het huiselijk is. Waarom? Dat we geen willen zijn. Ja, dat snap ik. Het is nog altijd een heel diepe wonde voor José en dat begrijp ik ook wel. Want ja, en alle gekheid op een stokje, hij moet zijn of zij moeten hun mening baseren op onze mening van een laatste bergje of kolletje. En als je dat zelf niet gezien hebt, is dat toch wel ietsje moeilijker om over te oordelen. Maar het is een trend. Er zijn al maar minder, vooral tv-commentatoren die ter plaatse zijn. Dat heeft met budget te maken. En dat is, maar ik begrijp de pijn, absoluut. En als je zelf er niet bent, is het ook toch net ietsje moeilijker om die in te leven gewoon, die ambiance. En al is het maar om na de aankomst met enkele collega's te kunnen praten. En wat denk jij? Of zelfs aan het piscijn, klinkt heel gek, maar smiddags tegen een Sean Kelly, of die is er nu de laatste jaren ook niet meer, maar wat denk jij? En dan zijn er soms nieuwe invalshoeken en dat is van thuis uit toch ietsje minder. Dus, Kan ik goed geloven. Dus ik heb daar wel, ik voel mee met hen. Dat snap ik, dat is lief en vriendelijk van jou. Niet dat ze daar veel mee opschieten. Nee, maar goed, jullie hebben wel een paar paginaatjes bij. Hoe lang zijn jullie al bezig met de schriftelijke voorbereiding op de tours? Goh, dat is iets wat het hele seizoen doorloopt eigenlijk, hè, voor een stukje. Ik denk ook dat het hier en nu al maar belangrijker wordt. Je merkt dat in de verslaggeving, dus... Uiteindelijk moet je gewoon die koers op het moment zelf verslaan en dat blijft het belangrijkste. Goed. En de rest is vooral bagage die ergens in je achterhoofd zit in de opeenstapeling van koersdagen en de aanloop naar de Ronde van Frankrijk. Zoals even jou ook basiskennis en feeling. Ik heb nog niks voorbereid. Je hebt een blaadje gekregen. Ja, ik heb een blaadje gekregen. Ik heb wel alles gekocht wat er te vinden is over de Tour. Ik heb wel alles gevolgd tot wat er nu is en ik weet wel hoe Pogacar, wat er allemaal gebeurd is en Vingegaard en ik zie koersen, ik heb alles gezien van tot 3-4 koersen per dag zelfs en daar filter ik een beetje mijn ding uit en dan zit ik te kijken en te wachten, we gaan met z'n allen naar Bilbao, allez, degenen die daar zijn, en we gaan daar koersen en we gaan dit en we gaan dat en je maakt zoveel plannen en je hebt zoveel ideeën. En dan is die koers daar en de dag zelf denk je toch van, het zou wel eens kunnen dat zijn. Dus we gaan nu, denk ik, een uur spreken over dingen waarvan we denken dat het misschien zo zou kunnen lopen. Ja, maar zoals zo vaak in een Ronde van Frankrijk, misschien na dat eerste zware weekend in Baskeland, ligt er al een van de schaduwfavorieten tegen de grond en moet je al naar huis en dan sta je daar met dat is, het is de meest geregelde koers en de meest onvoorspelbare koers, omdat je nooit zeker bent van het einde. Dat is met vorig jaar gebeurd, met het verval van Pogacar, wat eigenlijk niemand verwacht had toch. En dat is het jaar daarvoor ook gebeurd met het verval van Roglic. Dus ik bedoel, het is de Tour, daar moet je zoveel respect voor hebben, dat is... Maar we gaan het proberen. Hè? Absoluut. Christophe, jij hebt jonge kinderen, dat weet ik ook, die examens maken. Gaat papa dan tegelijk naar zijn bureau om te studeren? Of is het niet zo extreem? Het is niet zo extreem. Het is echt zoals José en Renaat zeggen. Dat is gewoon, in ons vak kan je de knop niet afzetten. Dat is een constant bijhouden van lezen, koersen kijken, naar koersen gaan, mensen bellen.
tot een paar minuten voor deze opname bijvoorbeeld nog eens even bij Hilaire van der Schuren gecheckt telefonisch. Waarom dat er geen Belgen exact is, dat stopt eigenlijk nooit. Maar echt zo aan een bureau gaan zitten, het is 9 uur en nu ga ik studeren. Nee, dat gebeurt niet echt. Maar ja, lezen en ook zelfs in de tour nog s'avonds lezen en dingen bijlezen en eigenlijk even ja, verveeld zijn met jezelf in het begin van een ronde en denken, heb ik nu wel genoeg gelezen? Maar dan, zoals zij ook zeggen, op het moment zelf, ja, dan zit je in die koers en dat is het belangrijkste voor een verslaggever. En dan zie je gewoon en dan geef je commentaar met wat er gebeurt. En dat is eigenlijk de basis, dat is de core. Ja. Voilà, maar je hebt wel nog een paar notities neergeschreven in, met stilo. Misschien een paar in het Spaans, want de Grand Départ ligt natuurlijk in Spanje. In Bilbao, niet ver van San Mamés, het stadion van Athletic Club. En daar vertrekken de renners niet voor een proloog, ook niet voor een sprintersetappe. Het is meteen met hoogtemeters te doen. José, wat vind je daarvan? Ja, het is een beetje atypisch. En dan anders gingen we gaan uitkijken, ja, wie gaat er daar en waar. De ronderenners gaan daar in principe geen tijd verliezen. Dat is nog geen etappe voor altijd te verliezen. Dat zou jammer zijn natuurlijk. En dan ga je kijken, ja, wie zijn daar de mannen? Wij hopen Wout van Aert, wij denken aan Alaphilippe, wij denken aan een Mathieu van der Poel. Waarom niet aan een Pogacar zelf? Of aan anderen? De vraag start dan ook al onmiddellijk. Zien we nu al iets of Pogacar inderdaad wel goed genoeg is ten opzichte van een Vingegaard? In principe niet, maar is er al iets te zien? Ja, die eerste dag nu is iets anders dan een proloog. En dat maakt het wel toch weer... Ja. Gaat een sprinter overleven, met Philipsen? Betwijfel ik. Allee, ik weet het niet, ik ben er niet geweest. Dus ja, het wordt pokkennerveus, denk ik. Ja. Pokkennerveus, waarom? Ik heb het geluk gehad vorig jaar in de Vuelta daar te zijn, met Evenepoel. En zelfs op de autostrade, op de autoweg, is daar geen 300 meter rechtdoor. Dat is draaien, keren, zeker op die smalle wegen ook. Bijvoorbeeld de Route Nationale, de N-weg, van Bilbao naar Vitoria-Gasteiz. Dat is eigenlijk de bestuurlijke hoofdstad. Dat is een Route Nationale, maar die is de breedte van een gewone weg bij ons, een dorpsweg. Draaien, keren, kronkelen. De nervositeit van dat eerste weekend. Ik voorspel echt enorm veel valpartijen. Ik hoop het niet, absoluut niet. Want ik voel ook altijd José proberen door een bril van een coureur te kijken. En dat is echt niet, dat wil je niet. Maar dat gaat zo een zenuwachtige bedoeling zijn. Uh-huh. Zoals gezegd, smalle wegen. Dat dringen die eerste zaterdag naar die kaskes, naar die bergjes in dat Baskenland. Heel veel bebost ook nog eens, dat wordt zo'n heksenketel, dat wordt onwaarschijnlijk, denk ik. En ja, ik denk dat we heel vaak gaan moeten oproepen, of zeggen we alweer een valpartij. Maar ik sluit me aan bij de genoemde namen. En daar gaan we al zien hoe een spontaner iemand, vind ik, als een Pogacar, of die bijvoorbeeld zondag al op de Gaiskibel, maar er ligt ook nog een helling kort voor de streep, pokkenstijl, of die daar dat speelse al gaat laten zien of niet. Dus dat is al enorm veel om naar uit te kijken in dat eerste weekend. Absoluut. Over dat eerste weekend gaan we het zo meteen hebben. José heeft het een atypisch parcours genoemd. Renaat, dat is waar, want... het gaat waarschijnlijk veel minder een ronde zijn waarbij het treintje van Pogacar of Vingegaard voorop kan gaan. Iedereen doodknijpen, want de gelijkmatige calls die lijken vermeden te worden. Maar, er wordt gesproken over de mogelijk zwaarste toerstart ooit. Hè. In de eerste 3 dagen hebben we 14 beklimmingen. Dat is denk ik ongezien, zeker in recente edities. Dag 1, dat is een mini-editie van Circuito di Getzco. Dag 2 is bijna Classica San Sebastian. Uh-huh. De kortste, langste rit ooit, 208 kilometer. Dan dag 3 kan wel op een sprint eindigen. Maar voor hetzelfde geld is het absolute doemscenario dat we die eerste 2 dagen de kanonnen niet zien. En dat er ontsnappingen vertrekken. En daar heeft de toerdirectie dan misschien geen rekening mee gehouden, dat dat ook een mogelijk scenario is, dat er een grote ontsnapping vertrekt en dat de grootte van de toer zegt, het is goed, we gaan er ons niet te veel mee moeien. Ja. En dan krijg je misschien wel een koers in de koers. Maar de schrik, wat Christophe zegt, nerveus vallen, het duurt 3 weken, het circus. En de ramp is natuurlijk als je in de eerste 3 dagen gewoon uitgeschakeld wordt of als je een valpartij meemaakt waarvoor je dan de prijs betaalt. Dus ik ben zeer benieuwd hoe er gekoerst gaat worden, omdat, zoals José daarnet ook zei, de Ronde van Frankrijk de meest gecontroleerde koers is ook. Het zou wel eens een averechts effect kunnen hebben. Die ongelooflijke opeenvolging van beklimmingen in de nervositeit die Baskenland meestal garandeert. Dus, ik hoop van niet, hè, maar ergens... Sluit ik mij wel op, enigszins mee aan, een Giro-scenario. Dat het gewoon te zwaar gemaakt is, deze Tour, die verschrikkelijk zwaar is. Dat de klassementsmannen zeggen, wij wachten tot de laatste week, want je kan niet en in de Pyreneeën die relatief meevallen, maar dan nog eens Puy de Dôme
vlakke ritten, echt vlak, toepla, die zijn er niet. Het is allemaal geaccidenteerd, ook de ritten door de sprinters. Dan nog eens naar die loodzware Alpen en naar de Vogezen. Als je dan gaat verwachten van de mannen dat ze van in Baskeland koersen, dat is inderdaad, dan zouden die Baskische bergen wel muizen kunnen baren. En krijg je misschien inderdaad een scenario met een Alaphilippe die meeglijdt of die de gele trui pakt. En ja, in die eerste week, zoals een paar jaar geleden. Koers ligt vast. Voilà, voor een paar dagen de gele trui zou kunnen. Ja, klopt helemaal. Vooral omdat er zijn twee uitgesproken favorieten. Die zijn zo uitgesproken favorieten. Die hebben geen backup. Er is geen Roglic in de ploeg van Vingegaard om mee te sturen of om er mee te spelen zoals ze dat vorig jaar gedaan hebben. Dat gaat niet, want die hebben ze niet. Bij Pogacar hebben ze iets, maar dat gaan ze in principe niet gebruiken. Daar is het alleen voor Pogacar. En dan ligt er een weg open voor heel veel renners die eigenlijk geen kans hebben in de Tour. Mm-hmm. Allee, ik bedoel om... Ja, ja. Bijvoorbeeld ook een Pinot gaat dat willen doen, dat soort dingen. Ja, ja. Strijd voor de bergtrui. Ja, ik bedoel, dus het zou wel eens kunnen voor het klassement gesloten blijven, maar voor de rest een heel open koers zijn. Mm-hmm. Ja. 7 à 8 bergritten hebben we denk ik in deze Tour. Wat vinden jullie van het parcours globaal gezien? Er is die ene tijdrit, maar 22 kilometer. De Tourdirectie pakt weer graag uit met een aantal cijfers. 70 beklimmingen, meer dan ooit. Maar ik denk dat je dan moet kijken welke vlag of welke lading gedekt wordt door die vlag. 8 bergritten, maar er zijn er maar 4 aankomst bergop. En dan is dan, als je dat vergelijkt met de Giro of de Vuelta, relatief weinig. En ook dat is een factor in het verleden die ervoor gezorgd heeft dat we soms op onze honger bleven zitten qua spektakel in de Tour, omdat dan door de klassementsmannen zwaar gefocust werd op die zeldzame aankomsten bergop, waardoor de koers voor de rest geblokkeerd werd. Ik hoop dat het dat niet wordt. Dat we er toch zijn gewoon... toch wel zware aankomsten bij ze. Er zijn zware beklimmingen bij. Wat vind je de zwaarste? Na de Jouplan kan u verzekeren dat er zijn... We gaan nog discussies krijgen ook. Hè. Na de Jouplan is er de afdaling naar Morzine. Er zijn 2 ritten die door de rendersvakbond ter discussie worden gesteld. Mm-hmm. Waarover nog een en ander zal te doen zijn in de nasleep. Al dan niet correct van het dodelijke ongeval van Gino Meder in de Ronde van Zwitserland. Daarover is morgen woensdag, de mensen die al in de Tour zijn, met Adam Hansen, is daarover een vergadering ook met UCI en ASO. Hè. Of ze dat gaan doen, dat gevaarlijke. Ja. Maar goed, wat ik ook had opgeschreven, 30 calls van tweede, eerste of buitencategorie, dat is wel een record. En dan ga je in dat totale pakket met die opeenvolging en vooral heel weinig rust- en recuperatiemomenten. Ja, sprint, ik heb een paar keer sprint opgeschreven, maar als je dan naar dat profiel kijkt, dat is dan nog gekarteld. Vroeger had je wel eens echt een supervlakke etappe naar Bordeaux. Oké, rustdag voor 99% van het peloton. Het zit er gewoon niet in. Zo'n Puy de Dôme, alleen al wat dat met stress met zich meebrengt. Ze bezondigen zich niet aan de lange etappes, gelukkig maar. Dat doen ze al jaren niet meer, ASO. Maar qua zwaarte vind ik toch dat ze flirten met een grens waarvan je zegt, is dat wel aanvaardbaar of niet? Mm-hmm. Moet dat? Want we zien het voorbeeld in de Giro dat die zware etappes tot bijna wapenstilstand of rust bij de klassementsmannen leiden. Maar er moet niks, hè. Er moet niks. Het zijn de renners die de koers maken altijd. Hè. Van Aert heeft vorig jaar dingen gedaan die helemaal niet nodig waren. Nee, die heeft het peloton eigenlijk verrot gereden, om het zo uit te drukken. Ja. En een stuk zichzelf ook. Gaat maar dat dit jaar niet doen waarschijnlijk, hè? Dit jaar niet, maar dan komt er weer iemand anders. En dat is de Tour. Dat is nu net het verschil met de Tour en de Giro. En de Vuelta. Ja. De Tour die leidt tot... Ja, doen ze dat wel. Dat is... Ja. Mm-hmm. Maar het is wel een heel zware ronde. Ik bedoel, gewoon al, zoals gezegd, die opeenvolging. Van Baskeland, stress, zwaar, up naar de Pyreneeën. Oké, misschien ietsje minder zwaar, maar toch met een aantal bekende buitencategorie calls. Doorsteken, Puy de Dôme, zeer zware Alpen. Dan nog eens de Vogezen. Serge Pauwels heeft die verkend met zijn nationale jeugdploeg. En die heeft mij niet 1, maar 3 keer gezegd hoe zwaar dat die slotetappe is in de Vogezen. Petit ballon, platserwazel, hup, op, op, op. Geen meter vlak. Ja, dat is... Ik stel me alleen de vraag, is het niet te zwaar? En creëer je daardoor bij de klassementsmannen weer het lange wachten tot die laatste week? Maar zoals José zegt, daar ben ik het ook wel mee eens. De Magnus Korten, Nelson Paulussen, de Landas. Want ik denk niet dat die echt voor een klassement kan gaan. Carapaz, die gaan we zien aanvallen. Er zijn zoveel goede renners in die Tour. Ja. Dat is juist het verschil met eender welke andere ronde. Kijk naar al die ploegen, kijk...
Ja. Dus de top van de top gewoon, ja. Punt. Ja. Alleen dat is dat als je, misschien. Ja, ja, maar ja, die zijn 20 jaar. Ja. 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 Het zou veel zijn mochten we die erbij steken. Maar als je dit peloton bekijkt, qua kostprijs en qua gewicht, denk ik dat die zit gewoon 5 keer meer kwaliteit, sorry, dan in de Giro. Ja. En 5 keer meer kwaliteit dan, ook al gaat Remco en al zal dan eventueel... Jij verwacht nu dat hij de Giro gaat verdedigen, hè? Nee. Nee, maar ik bedoel, ja, uitdagen, dit is, hè? Zou moeten herinneren. Dit is in de breedte, ja, zelfs, ja, ja, zeg maar, hè, zeg maar, elke ploeg heeft wel een reden om inderdaad die en die renners, en er zijn er nog zoveel ongelukkigen die thuis zijn. Gaan we het straks ook nog over hebben. Laten we misschien een beetje chronologisch over het parcours gaan. Laten we beginnen in het Baskeland dan. Rit 1 en 2 een beetje te vergelijken, denk ik. Die eerste eindigt dus nog een beetje op een helling. Christian Prudhomme weet dat, Van Aert en Van der Poel ook daar reclame zouden kunnen maken voor zijn koers. Reclame maken voor zijn koers. Hij, wilt, hij heeft daar hoeveel miljoen? 12 miljoen ontvangen, denk ik, in de regio van Bilbao. Daar gaat het dan voor een stuk over. Dat komt voor Bilbao en het Guggenheim en alles wat rondhangt. En voor het Baskeland heel mooi uit. Ik vind het wel mooi eigenlijk. Ik vind het ook een wielergekke streek. Mm-hmm. Die gaan zeker niet onderdoen voor Denemarken vorig jaar, wat dat betreft. Wat een beetje tegenviel door het gebrek aan wind. Anders krijg je daar geweldige etappes. Dat was nu niet. Dat was eigenlijk een beetje slaapverwekkend. Dus er is een kort in deze, de aanval, maar in het Baskeland gaat dat totaal in deze anders tour zijn. Heb je geen Roubaix-rit. Ja. Wat op zich ook wel mooi is. Hè, dat die stress, die miserie is al weg eigenlijk voor een Vingegaard en voor anderen. En nu heb je ja, het begin is atypisch. En begin heb je nu in Baskeland, zoals je zegt. Gevaarlijk nerveus dingen. Dat komt er dan weer bij. Is niet direct een waaieretappe ergens, denk ik, verder voorzien richting Bordeaux. Zo. Dus wat dat betreft valt dat allemaal nogal mee, denk ik. Dus ja, dus eigenlijk ik vind het iets nieuw en echt wel mooi om naar uit te kijken, dat Baskeland. Dat gaan wielergekke toestanden zijn. Hè. Ik bedoel, ook al is Cartel de oranje formatie al jaren niet meer op World Tour niveau in dat peloton. Je kan daar nu op die Gaiskipel en zo de taferelen nu al voorstellen. De vlaggen, Bengaals vuurwerk, zoals we af en toe ook op de Gaiskipel zien in San Sebastian. Dat ga je allemaal zien natuurlijk. En ja, een groot deel van het Spaans wielerpeloton, de profs, meer dan de helft komen uit het Baskeland. Dus er zit nu ook weer een Landa bijvoorbeeld, gaat zich absoluut niet kunnen inhouden, vermoed ik. Uh-huh. Zich willen tonen. Dus dat gaat wel een wielerfeest worden, ja. Nou wel. Denk ik wel. Ja. Van Aert, een eerste gele trui heeft hij nog niet gehad in de Tour. Zou mooi zijn. De vraag is, mag is het te zwaar? Hij, of? Wil hij altijd. Hè? Dat zie je ook, dat is het mooie aan die Netflix-documentaire, hè, waarin Grisha Nierman op een bepaald ogenblik zegt voor een etappe, Wout, jij blijft bij Vingegaard en zegt, ah, ik wil vandaag een ontsnapping. Dat vind ik fenomenaal, om dat achter de schermen te zien. Hij wil altijd, hij is een echte leider, een van de weinigen in zo'n bus die blijkbaar spreekt, of toch wat we te zien krijgen. En ik hoor ook van veel renners dat ze maar een fractie getoond hebben van wat allemaal is opgenomen. Maar goed, dat is een andere discussie. Alleen is de vraag, in hoeverre mag hij ook, of moet hij echt bij het afwezig zijn van een tweede kopman zoals Roglic, moet hij echt constant bij Vingegaard blijven, ook in de gevaarlijke stukken, ja. En mag hij voor eigen doel gaan? Hij heeft al uitgesproken dat hij voor ritzegers wil gaan dit inderdaad, jaar. Inderdaad, ja, minder voor die groene trui. Uh-huh. Anderzijds, vorig jaar won hij met bijna het dubbele van de punten in het groen. Misschien door gewoon mee te strijden voor ritzegers komt hij daar op een bepaald ogenblik automatisch toch aan de leiding van dat groen. En wat doe je dan? Hij hoeft niet te winnen met honderden punten voorsprong. Dat zou zomaar eens kunnen, ook dat hij daar plots staat. En wat dan? Mm-hmm. Want als je echt kijkt, zoveel concurrenten voor het groen zijn er eigenlijk niet. Philipsen, en Van der Poel gaat daar in principe, net als een Alaphilippe in het begin, ook vooraan staan in dat klassement. Maar dit is te zwaar voor de Jacobsens van deze wereld, denk ik, deze Tour, om echt voor het groen te gaan. Zeker omdat die in een aantal ritten, de vroegere Sagan-ritten die er nu ook weer zijn, gaan die sprinters niet aan die tussensprint geraken. En Van Aert en Philipsen wel. Dus daar gaat maar een strijd zijn van 2 of 3 man, denk ik. Ja. Dan kom je automatisch vooraan. Wat doet een Van Aert dan? Als je daar dan toch staat, zeg je dan, ja, het groen interesseert mij niet meer. Ik ga in de laatste week alles laten varen. Dat weet ik niet. Ja. Ik denk dat Wout wel inderdaad zal gaan in Bilbao voor geel. Uh-huh. Dat zal zeker het doel zijn.
Alleen ja, dan moet je wel afrekenen met een paar andere kompanen natuurlijk. Zijn er nog wel een paar die klaarstaan om dat te willen doen natuurlijk. Hè? Dus dan in de eerste plaats Mathieu van der Poel en dan krijgen we weer die strijd. Dus een strijd die we willen zien ook dus. Die we willen zien, maar die eigenlijk alleen maar... Ja, we willen die strijd zien, maar eigenlijk is dat niet goed voor de twee, zal ik zeggen. Mm-hmm. Dat verlamt de boel een beetje. Maar wij staren ons daarom blind in de lage landen, maar de rest van de wereld ziet dat veel ruimer. Hè. Die ziet tuurlijk, twee ja, toppers die, en die kijken naar Girmay ja, en die kijken naar zoveel anderen. En naar een Petersen of anderen die misschien... Ik denk dat nog Mathieu, nog Wout met het gevoel starten van ik rijd hier tegen mijn aartsrival uit nee, het veldrijden nee, van vroeger. Nee, maar dat speelt wel. Als je ziet dit jaar bijvoorbeeld, dat is nu een veldrit in Diegem. Dat ze het elkaar met Pidcock erbij het snot voor de ogen rijden en dat Van Aert nadien zegt na een uur in een interview, dit is niet gezond. Ze doen het zelf wel. Tuurlijk. Hè, ja, maar het gaat zo zijn, je moet daar niet aan twijfelen. Het gaat zo zijn. Ze zijn alle twee naar daar, ze gaan naar daar en ze willen winnen. Als de ene de andere ziet, dan... Ja, een rode lap om een stier, tuurlijk. Dan willen ze winnen, dus ja. Ik bedoel, en dan nog een halve wij vergroten dat uit. Ik geloof dat niet, dat ze zo redeneren. Echt waar niet. In de wegkoers kan je niet redeneren zoals wat je zegt in Diegem, dat klopt daar natuurlijk, maar in een cross dat is een compleet andere. Maar dat is geen kwestie van redeneren, dat ontstaat. Ja. Dat is daar gewoon. Ja, van bij de jeugd groeien die samen op en zijn dat eeuwige concurrenten. Ze zijn daar. Die maken samen wielergeschiedenis, dus de ene wil nooit afgeven voor de andere. Dat ze, kunnen die ritten, ze kunnen die ritten niet laten liggen, want daar zijn ze voor gemaakt. Die ritten zijn ervoor gemaakt en hun zijn daarvoor voor gemaakt, voor dat soort ritten. Ja, dus ik bedoel... En dan komen er nog eens een pak anderen bij, dus ja, dat belooft. Mm-hmm. Van Aert heeft er naar zijn standaarden misschien nog geen topjaar op zitten. Geen monument gewonnen, kritiek gekregen voor Gent Wevelgem. Veel ereplaatsen dat wel natuurlijk, maar twee ritzeges. Ja, maar ik vind als je een seizoen gaat afwegen aan overwinningen, dat is waar. Niet juist. Ik bedoel, Van Aert, we hebben een maar geweldige Van Aert gezien. Maar denk je dat het voor hem kan leven, dat hij in deze Tour wel zou oogsten? Nee, ook Mathieu van der Poel moet toegeven dat Pogacar in de Ronde van Vlaanderen beter was. Allee, stel je voor. Denk ja, Pogacar, de winnaar van de Tour, die de Ronde van Vlaanderen wint, allee, dat is toch van nee, geleden van merk. Ergens, bedoel, ik interviewde Van Aert ook donderdag na het BK tijdrijden en hij zegt uit zichzelf, niet eens op basis van een vraag of een suggestie, ja, het is nog maar mijn tweede overwinning dit seizoen. Dus die mannen zijn daar ook wel mee dat bezig. Speelt, he, dat speelt, ja, natuurlijk. Dus en van daaruit denk ik, zoals je zegt, die gele trui, die openingsetappe voor Van Aert, ik denk echt wel met stip aangeduid. Ja, als er iets te rapen valt, zal hij het oprapen. Maar anderzijds denk ik ook dat hij wel met een mindset start waarin alles mag en kan, maar niets moet. Hij moet juist niks, om het met een cliché te zeggen. Want hoe je het ook draait of keert, er is de privésituatie van Wout van Aert met zijn zwangere vrouw. Er zou zomaar een moment kunnen zijn waarop hij uit de Tour verdwijnt, omdat het gaat gebeuren. En dan denk ik dat, hij heeft dat ook gezegd, dat hij gewoon de Tour gaat verlaten wanneer het zover is. Dus dat zegt voor mij wel iets over de insteek waarmee hij aan deze... Weten wij wanneer het zover is? Nee, dat weten zij wel. Hè. Maar het kan tijdens de Tour gebeuren, blijkbaar. Ja. En volgens mij, door de manier waarop de kalender dit jaar in elkaar steekt, ik kan er niet omheen. En het is vloeken in de kerk, maar de Ronde van Frankrijk is een voorbereidingskoers op Glasgow. Van daaruit nog meer focus op dat eerste weekend. Ja, ja, ja. Hebben, ja, hebben om is zich, hebben. Om zich hebben kapot, is hebben. Niet kapot te rijden richting die laatste week. Zoals ik zie hem niet in Parijs komen, om de bekende reden. Ik zie hem ook geen knecht spelen voor Vingegaard. Wel knecht spelen, maar niet zoals vorig jaar. Zeker niet. Want dan perst hij zich helemaal uit met zicht op dat grote doel van Glasgow. Het dubbele doel en weg en tijdrijden. Dus inderdaad, het zal meer met het verstand worden. En vandaar dus nog meer knal in het openingsweekend. Ook over die trein van Vingegaard en met of zonder Van Aert daarin gaan we het straks zeker nog hebben. Van der Poel aan de andere kant, wel twee monumenten gewonnen. Maar met welke instelling trekt hij naar de Tour? Want Alpes in de Koning heeft er een sprinter bij, Jasper Philipsen. Van der Poel zal misschien af en toe wel eens in de trein moeten treden voor Philipsen. Voor welke ritten moeten mag Van der Poel gaan? Niet moeten, maar heeft het wel met gedaan. Met plezier, denk ik, dat hij dat doet. En er zijn, als je het allemaal op een rijtje zet, 8 mogelijke sprintkansen, los van die Baskenland-etappes. Dus er is genoeg op te rapen voor het koningskoppel bij Alpes in de Koning. En die twee verstaan elkaar ook heel goed, komen heel goed overeen. Ze zijn heel compatibel. Er zal
af en toe eens geïmproviseerd worden. We hebben dat ook gezien, dat dat ook kon in de Ronde van België. Oké, Alpecin verliest dan Philipsen en dan gaat via een val en dan gaat Van der Poel gewoon inspringen en dan wordt hij tweede in de sprint. Ik bedoel, dat is een luxe die ze hebben bij de ploeg Roodhoofd en ik ben ervan overtuigd dat het belangrijk is voor elke ploeg om zo vroeg mogelijk te scoren. Die eerste prijzen zullen duur bevochten zijn. En als je die hebt, ja, dan volgt er makkelijker een tweede. We weten hoe het gaat. Hè. Uh-huh. Dat is meestal het geval. Als de eerste ritoverwinning een feit is, dan is de tweede voor wie dan ook, of voor welke ploeg dan ook, vaak een stukje makkelijker. Ja. Van der Poel die mee in de aanval trekt, zou het kunnen aan het einde van de Tour? Mathieu van der Poel zal, denk ik, in deze Tour misschien geen gekke dingen doen. Uh-huh. Hij zit ook met Glasgow in zijn hoofd. Gaat rijden, om te scoren. Uh-huh. Geen zotte toeren, geen verloren krachten. Geen ik denk dat die tijd, in de Ronde van België hebben we dat nog even gezien, maar dat die tijd voorbij is. Wout heeft de rekening openstaan met de 2K, maar die van Mathieu is nog veel groter. Hè? Uh-huh. Na Wollongong vorig jaar. Ja, juist. Maar toch ook een andere indeling van dit seizoen. Hij heeft nog maar 15, 16 wedstrijddagen. Geen Ronde van Italië, waarvan je nu toch hoort. En Christophe Roodhoofd zei ons dat ook voor het begin van de Ronde van België. We proberen niet dezelfde fouten te maken als vorig jaar. En wat was die fout dan? Dat ging ook met twee sprinters naar de Tour gaan. Uiteraard twee hanen op een stok, maar ook... Ja, te veel gekoerst en Van der Poel niet fris genoeg aan die Ronde van Frankrijk. Dat is nu helemaal niet het geval geweest, hè, op hoogte. Nog een weekje gekoerst in de Ronde van België. Daar dan bij toeval eigenlijk in die Durbuy-rit alleen voor opgekomen. Want hij zei ook van, ik hoopte met 3-4 man. Enfin, hij soleert dan daar nog eens 35 kilometer. Nederlands kampioenschap, zoals voorspeld, een ietsje moeilijkere koers. Niet helemaal superieur, leek het. Maar zoals José zegt, hij gaat... Zoals Muur de Bretagne 2 jaar geleden, gaat echt een aantal doelen uitkiezen. En dan moeten ze ook wel, denk ik, want een Søren Krah Andersen heeft min of meer niet de klasse van Van der Poel, maar wel hetzelfde profiel meegaan in een ontsnapping. Niet vergeten, 2 jaar geleden 2 ritten gewonnen in de Tour. Ja, goeie transfer. Denk eens aan Milan Sanremo. Voilà, zat er ook bij. Dus dat is echt wel een heel goede coureur. Daar kunnen ze met 2 pionnen schuiven om ritten te winnen. En wat hij inderdaad kan, om uit het gewoel te blijven, om op 2-3 kilometer van de streep al tempo te maken voor de trein, dat is van zo'n grote waarde. En pas dan komen Sinkeldam en Ricard voor Philipsen. Dus ja, ze hebben daar wel een mooi uitgebalanceerd team, denk ik, waarin zowel Krah Andersen en vooral op basis van zijn status Van der Poel als eerste zullen mogen gaan. Voilà. Proberen. Er zijn het opties. Verhaal met Van der Poel of Wout van Aert is dat die mannen geen klassementsman hebben. Dus die hoeven zich in al die andere etappes echt niet druk te maken. Dus dat is een totaal andere manier van koersen. Absoluut waar. Er zijn uiteraard nog veel meer namen die in die eerste 2 ritten ook voor dat geel kunnen gaan. Alaphilippe en Pidcock om er maar 2 te noemen. Of misschien kan Pogacar zich daar inderdaad al niet in te houden, al valt het misschien ergens aan te raden, want inderdaad al snel naar de Pyreneeën, rit 6 over de Col d'Aspin, de Tourmalet al. Ja, maar als ik even mag, rit 5 aangeduid. Waarom? Ja. Omdat dat is ook aankomst in Larrain, een paar jaar geleden, coronaronde denk ik. Hè. Dus daar gaan ze de Marie Blanc over, afdaling. En in 2020, Pogacar, Roglic, Bernal, Landa, die vielen dan Hirschi, die ontsnapt was op de hielen. Dat zijn wel, of dat waren toen, de klassementsmannen. Dus daar is toen gekoerst op die Marie Blanc, afdaling. En dan in dat nietige dorpje van een paar 100 inwoners, Larrain, hebben ze toen gesprint. Mm-hmm. Niet ieder jaar is hetzelfde, maar die etappe lijkt daar wel op, die finale. Dus ik vermoed dat Vingegaard en Pogacar, dat we die daar al wel gaan zien. In rit 5 al? Ja. Dan gaat het toch wel snel losspringen? Ja, want op Cotterij is eigenlijk, ja, Frank Ossen zou zeggen een luper. Dat is een brede weg ook, zeker in dat begin. Daar zie ik niet echt dat de klassementsmannen gaan koersen in principe. De vonk kan er zomaar in vliegen als er iets gebeurt. Hè? Als er... Ja. Een valpartij of een probleem van iets of iemand. Maar ik denk dat vooral Pogacar en Vingegaard is sowieso niet de grote aanvaller. Die gaat wachten. Dus die gaan. Ik denk dat het een redelijk steekspel gaat worden. Die ganse Tour. Mm-hmm. Je moet er staan van in het begin. Hè. Dat is atypisch aan deze Ronde van Frankrijk. De zogenaamde... Het zal geen kwestie van tijd te verliezen zijn. Het zal vooral geen kwestie van tijd te pakken zijn. Het zal vooral kwestie van geen tijd te verliezen zijn. En dan. Vooral voor Pogacar, denk ik, omdat hij toch op een atypische voorbereiding
achter de rug heeft. Hè. Ja, dan zijn we de topfavorieten, dat zijn dezelfde als vorig jaar. Pogacar heeft zich vorig jaar misschien een beetje laten kennen, heeft zijn voorbereiding wel opgeschroefd. Volgens zijn val natuurlijk, gedetailleerder. Hij heeft nu een hoogtestage gedaan. Hij heeft een hoogtestage gedaan, inderdaad. Dat heeft hij vorig jaar niet gedaan. Hij zit met de pols, ja. Uiteraard. Nou, die vallen leuk, Bas Nakeluk. Hoe hard gaat dat spelen nu? Ik denk niet meer. Nee? Als je ziet hoe hij de nationale kampioenschappen verteerd heeft. Fantastisch daar voor het koppel. Uh-huh. Met zijn vriendin die daar ook Sloveens kampioen wordt. Ja, bedoel, ik denk voor, het kan eigenlijk allemaal in zijn voordeel spelen. Het feit dat hij in Luik er is uitgevallen en verplicht heeft tussen aanhalingstekens, want echt rusten mag je dat niet noemen, ze stotten bezig met de revalidatie. Maar het is al vaker gebeurd dat een renner die verplicht in de Lappenmand moest, dan nadien sterk terugkomt dan de tegenstander, dat achteraf een voordeel blijkt te zijn. En het zou zomaar eens het geval kunnen zijn voor Pogacar dit jaar. Dat is ook hetgeen wat zijn trainer zegt, hè, die eigenlijk heel weinig spreekt, maar die wel gezegd heeft, hij zal in orde zijn. Mm-hmm. Alleen is wat ik ook ergens las of hoorde, en daar ben ik te weinig wetenschapper voor, maar volgens mij was dit zijn allereerste hoogste stage ever die hij gedaan heeft, op hoogte. Ter aan het verleden nog niet echt veel gedaan, denk ik. Serieus? Echt nog nooit een hoogtestage? Kunnen we toch eigenlijk bijna niet geloven. Want als het zo is, dan zit er nog rek op. Pogacar, ja, kan ja, hij maar nog dan beter is de vraag, zijn? Is een eerste hoogtestage, moet je dan niet een paar keer doen eigenlijk om... Ja, dat je echt weet natuurlijk, dit is wel niet de eerste, de beste, dat weet ik ook wel. Dus terwijl ik het uitspreek, trek ik mijn woorden zelf een beetje terug. Maar dat vond ik ergens een interessante mening, ik weet niet meer waar, die voorbij kwam van, moet je dat niet proberen te testen een paar keer? Ja, maar eigenlijk, we spreken over al die andere renners, Woods, O'Connor en alles en iedereen die er is en iedereen heeft zijn eigen ding. En dan kom je in die Tour en dan zie je toch nog altijd, zelfs bij wetenschappers en anderen, bij die ene werkt het, bij de andere werkt het niet, bij die ene is goed, de andere komt te laat, de andere is te vroeg in vorm. Ja. Het klopt niet altijd, hè. De bedoeling is dat het klopt. Mm-hmm. En dan zie je toch bepaalde ploegen niet functioneren en anderen weer wel functioneren en anderen echt boven zichzelf uitstijgen door duizend en één omstandigheden. En dat maakt het juist is wel mooi. Een geluk bij een ongeluk, Renato, daar ben ik het mee eens. Het is bijna een godsgeschenk dat hij gevallen is. Dat klinkt heel gek, want anders hoe die jongen heel het voorjaar heeft doorgehost. En als je ziet dat hij rustperiode zijn laatste koers zijn. Hè? Ja, dat weet ik, José, maar waar heeft hij het vorig jaar misschien een beetje verloren? Ja. Door zijn onstuimigheid en vooral richting de Alpen. Onstuimigheid, maar ook een vermoeidheid en niet meer zo fris. En dat gaat nu geen excuus kunnen zijn. Hij gaat wel nog fris zijn. Dus dat is iets waar ze wel door die val rekening... Enfin, misschien hadden ze ook voldoende rust genomen zonder die val naar Bastenaken. Daar heb je gelijk in, maar toch... De factor frisheid, vermoeidheid, daar zullen ze bij de Emiraten toch wel van geleerd hebben ten opzichte van Jumbo. Kijk er naar uit, echt. Al hebben ze bij Jumbo, wie is daar de Roglic van vorig jaar? Dat vind ik ook heel interessant. En Kelderman is geen aanvaller. Nee. Kruiswijk had dat moeten zijn. Kruiswijk is weg door zijn blessure. Dat was een ideale man. Sepp Kuss, heel belangrijke rol gaat dat voor hem zijn. Ook al wel de Giro achter de rug. Het probleem is zelfs... Allee. Wie er ook in staat is om fysiek die rol op zich te nemen, Pogacar zal zich daar nooit laten aanvangen. Vorig jaar wel. Ja, maar dus, het is geen Roglic die nu dan misschien datzelfde spelletje zal proberen, nooit van zijn leven gaat. Nee, maar dus die missen ze wel bij Jumbo. Ja, tuurlijk. Die missen ze Jumbo. Hard. En dus vorig jaar hebben ze die val gespannen. Hoe gaan ze dit jaar die val spannen of proberen te spannen tegen een normaal gezien betere Pogacar dan vorig jaar? Die er ook niet meer zal intrappen, hè, in die val. Of minder snel, voilà, het is dat. Mm-hmm. Dus dat ga ik wel heel boeiend vinden. Zeker. Wordt het echt alleen maar man tegen man? Want er is geen schaduwkopman. Maar was het een val? Hè? Uiteindelijk is het fijne van de zaak van het slechte moment van Pogacar vorig jaar nooit 100% toegegeven. Hè? Zegt Tour de France Unchained daar iets over? Hij zat niet in de documentaire, Pogacar. Nee, een combinatie was met... Nee, zijn trainer schrijft... Zijn trainer dat hij wel schrijft, gegeten had. Zijn trainer schrijft nu in een laatste interview volledig inderdaad te wijten was aan niet gegeten. Studies gedaan dat eigenlijk veel meer opname mogelijk is dan eigenlijk gepland was. En dat hij zelf toegegeven heeft van dat hem daar een periode na de Galibier daar, dat hem daar te veel bezig was met... Om alles en iedereen te spreken. Ja, en dan nog een beetje naar de camera nog een beetje zwaaien. En dan boem voor de eerste keer zichzelf echt wel tegengekomen. Ja. En daar heeft hem vooral Piper gemist. Uh-huh. Ja,
Anderzijds wil ik daar nog aan toevoegen, op welke manier kan je Piper missen als je op Hotakam zuiver eraf wordt gereden door ene Wout van Aert bergop? Want dat was nog eens een extra doodsteek natuurlijk. Hè? Maar daar was, trekt Van Aert het kwaad al geschiet. Min of meer geschiet, maar dat trekt hij nog eens het definitieve gat voor Vingegaard. Dat was het kwaad geschiet. Hè? Ja. Ja. Jonas Vingegaard komt minder fris aan de start, maar wel in topvorm. De Dauphiné op overtuigende wijze gewonnen met 2 ritzegers. Peter, kan je niet toewerken naar de Tour misschien? Ik zou dat niet overdrijven. Nee, minder fris, maar het is maar te zeggen veel gekoest. Ik zou die Dauphiné niet overdrijven, want je moet er ook spreken tegen wie. Hè? Voilà. Je zit met de twee samen. Dat is hetgeen waar het dan nu over gaat. Ja. Je hebt geen Evenepoel, je hebt geen tegengewicht. Je zit daar met dat zijn niet de renners die de Tour gaan, waar hij in de Tour gaat tegen moeten rijden. Hè. Hij wint de Dauphiné, oké, maar ik bedoel... Er was ook bergop bijna nooit een renner die nog maar probeerde om tegenaan te vallen. Voilà, dat bedoel ik. Je mag dat niet te... Ja, je moet denken aan degenen die nog komen. Dat is absoluut waar. Pogacar wordt nu vaak genoemd als de underdog. Kan dat? Dat kan je toch niet maken. Pogacar een underdog noemen, dat is gewoon een van de twee topfavorieten. De beste renner in de wereld. Ja. Mm-hmm. Het is toch geen betere renner als in de wereld. Je gaat toch niet Vingegaard beter maken dan Pogacar? Toch geen 1000 keren. Dat je nu per toeval vorig jaar de Ronde van Frankrijk won. De wishful thinking mensen kunnen in een bepaalde redenering glippen om daar dan conclusies... Althans, krijg je nog een directe van José. Ik zei wat nee, ik las. Alleen Pogacar die de Ronde van Vlaanderen komt winnen. Uh-huh. Tegen Van der Poel en tegen Wout van Aert. Dat is met voorsprong de beste renner. Maar Vingegaard is een absolute, hele goede rondrenner, gefocust en een taaie, hele taaie klant. En je bent er nooit vanaf, hè? Ja. Nee. Met een ploeg die alles super gestructureerd doet. Je bent er nooit vanaf van Vingegaard. En al jaren aan een stuk op eenzelfde manier, met die laatste hoogtestage op 10, je dat zeer goed doet. Waar ze, denk ik, van bij Emiraten toch ook wel hebben van geleerd, stappen hebben gezet. Want dat te leren van elkaar, hè? Voilà. Maar om nu, Pogacar underdog, nee, dat denk ik absoluut niet. Dat is een tegendeel. Voilà. Het leuke voor mij aan deze Ronde van Frankrijk, dat is precies dat rittenschema met die atypische opbouw, met dan een vleugje Giro d'Italia erin, een aankomst bergop op dag 6. Dus vrij vroeg hooggebergte, met op dag 5 al een beklimming buiten categorie, met dan op de 9e dag al zoiets als de Puy de Dôme, de triomfantelijke terugkeer. Mm-hmm. Je krijgt hier een Ronde van Frankrijk zoals we die in geen tijden meer gezien hebben, de Ronde van Zuid-Frankrijk, als je het geografisch gaat bekijken, wat het meest noordelijke punt is. We komen hier in de buurt van Noord-Frankrijk, de Vogezen daar op het einde met Le Markstein, dat is het dan. Maar dat zorgt ervoor dat het eigenlijk echt wel een intrigerende Ronde van Frankrijk is. Omdat voor iedereen is het een stap in het onbekende. Uh-huh. Omdat die klassieke opbouw, daar wordt volledig van afgeweken door dat klimaccent in het begin. En zelfs als je daar nu, ik zeg nu maar iets, hè, als je na de Puy de Dôme met 2 minuten voorsprong staat, dan ben je niet zeker dat je de Ronde van Frankrijk gaat winnen. Want dan komt er nog zoveel in de tweede helft, na de rust, dat het eigenlijk wel, ja, voor mij op dat vlak, dankzij de parcoursbouwer, interessante ronde, super interessante toer is. Je moet rekening houden, het zijn niet Jumbo-Visma en de Emiraten die de koers gaan maken. Hè. Het zijn dat peloton dat de koers maakt. Uh-huh. Die anderen, die maken de koers en die zorgen voor opportuniteiten. En dat zijn dikwijls de wagens waar je moet opspringen of gebruik van maken. Als je het met je eigen ploeg moet gaan doen, de ploeg Jumbo tegen de ploeg UAE, ja, dan wordt het een ander verhaal natuurlijk. Maar dat gaat niet gebeuren. Nee. Willen we de ploegen misschien wel eens afmeten? Daarnet hebben we al gezegd, Roglic inderdaad niet rechtstreeks vervangen. Wat betekent dat Jumbo-Visma dus vooral zit met Koers en Kelderman als laatste knechten dan? Dan heb je Pinot, Van Aert, valt nog te zien wat hij gaat doen. En Van Baarle, die bergop ook wel mee kunnen. Hoe sterk is die ploeg? Is die sterk genoeg? Zoals gezegd daar straks, ik denk dat heel veel zal afhangen van Sepp Kuss. Sepp Kuss die in de Ronde van Italië bergop vaak betere indruk gaf dan Roglic. Uh-huh. Waarvan je de indruk had, die zit echt heel fris, die wil wegdartelen, maar mag eigenlijk niet. Sepp Kuss ook, ex-ritwinnaar in Andorra, echt een geweldig talent. Alleen is de vraag,
hoe vermoeid is hij na de ronde van Italië? Kelderman was eerste reserve, maar dus eigenlijk niet eerste keus. Dat was Kruiswijk. Mm-hmm. Kruiswijk die denk ik misschien nog ietsje langer kan meegaan bergop dan Kelderman. Al is Kelderman, laat ik mij vertellen, wel iemand die qua gelijkmatig tempo zeer goed en betrouwbaar is in de cols. Ook hier zal nu weer veel afhangen van wat is de waarde bergop van een Van Aert. Gaat hij bijvoorbeeld in dat zware 3-4 luik in die Alpen, hè? Grand Colombier bergop, Grand Colombier, dan hebben we die rit naar Morzine met de Jouplan, Saint-Servais, Mont Blanc, weer eens aankomst op een top, dan die tijdrit, nadien dan die verschrikkelijke etappe met de Col de la Loze en Courchevel. Je gaat daar niet meedoen, denk ik. Ah, wel, dat is inderdaad de vraag. Dat zou hij vorig jaar wel gedaan hebben. Ja, maar hij heeft uitgesproken dat hij wereldkampioenschap dat met stip staat aangeduid, ja. Dan kan ik me niet voorstellen dat hem daar die drie dagen Maar dan, dat kan nu op dit ogenblik geen vaste nee op zeggen. Want er is destijds in 2020, volgens mij, heeft hij toen toch op het begin van die Grand Colombier ook geweldig tempo gemaakt. Mag Van Aert tegen zijn ploegbazen nu zeggen in die laatste ritten, ik ga niet meer rijden? Hij zal dan een andere taak zijn, probleem een andere, je kan een andere taak. Je kan hem een andere taak geven. Maar ik vind dat wel een goede vraag. Waarom? Omdat ook in die Netflix-serie zie je in die laatste week, ik ben even kwijt welke belangrijke etappe het was, maar daar is dus één rit waar Van Aert vrij snel bergop moet lossen, wat eigenlijk bijna super logisch is. En dan zie je in die ploegleidersauto Nierman en de anderen tegen elkaar, oh nee, Wout moet nu al lossen. Dus die werd daar verondersteld om in een Alpe-etappe zo lang mogelijk naast en bij Vinegaard te blijven. Maar Vinegaard dus heeft ook de Tour gewonnen dankzij Van Aert. Jawel, maar dus daar wil ik naartoe, omdat we nu vermoeden, het was overigens de rit naar Peyragudes, als wij vermoeden dat hij zich gaat sparen met het oog op een WK. Het zal toch moeten? Ja, José, maar uiteindelijk, ze zeggen bij Jumbo altijd, wat is het hogere doel? Het hogere doel is de Tour winnen met Jonas Vingegaard of met Roglic vroeger. Kan hij dan plots in de laatste 10 dagen zeggen, ik dien dit hogere doel niet meer, want ik wil straks wereldkampioen worden. Maar hebben ze bij Jumbo een betere renner als Wout van Aert? Nee, het antwoord is daarop nee. Dus geef jezelf eigijlijk ook het antwoord. Dus denk ik dat Wout van Aert zijn ding gaat doen wat dat hij wil. Ja. Dat hij denkt van te doen. En waarom dan ook niet een cruciale rol in het behalen van een toeroverwinning? Met hier en daar een tussenkans voor Van Aert om omdat dat zijn eigen doel, latere doel, gaat schaden, denk ik. Ja. Want het probleem ligt niet bij Jumbo-Visma voor mij. En ook niet hoe de rol van Van Aert zal zijn. Okay, ja. Het probleem is de ploeg rond Pogacar. Die is sterker dan ooit. Ja, dat vind ik ook. Zeker qua duidelijke luxe bergop. Ja. Dus hij is nog nooit beter omringd. Voor de start van de Ronde van Frankrijk. Als je zijn klimtrein ziet, Adam Yates, Maika, Soler, en ik reken daar ook Groschard bij, en Bjerg die bergop ook uit de voeten kan, dan heb je eigenlijk voor het vlakke alleen Trentin en Lengen, en de rest zijn jongens die bergop een mannetje kunnen staan. Dat is een ongelooflijke ploeg. Ben ik het mee eens, ja. Absoluut. En waarom is McNulty eigenlijk niet mee? Vroeg ik mij af. Je had de Giro gereden. Ja, maar er zijn Koes ook. Ja, maar dat is het hem juist. We spreken over Koes. Ik vraag me af of... Oké, ze zullen meten is weten en men weet heel veel bij Jumbo. Maar ik vraag me toch af of ze geen spijt van hebben dat Koes die ronde van Italië gereden heeft. Ja. In slechte weersomstandigheden, regen, periode, dingen. Oké, naar het einde toe beter. Maar je hebt wel die koers gedaan. Je kan dat niet wegcijferen. Ja. Je kan wel zeggen van, ja, ik zal nog wel eens pikken en ik zal nog wel eens en ik heb gerust, maar er is toch al iets weg, denk ik dan. Want als er niks weg is, ja, dat kan je gans jaar koersen, hè. Ja, dat is waar. Ja, dat is ook een heel sterk team, Emiraten, absoluut. Die zijn echt, als je dat bekijkt op papier, is dat, zeker met die komst ook van Adam Yates, die normaliter in een ander team, zeker in de Tour, zo'n volger is die er nog met de laatste zin. Ja, en dat zou eigenlijk een laatste man moeten zijn die ook zo die punchversnelling heeft nog zo. Een heel belangrijke man om eventjes meetrekken. Een heel belangrijke man. Je hebt maar Koes renders, kan dat ook wel, hè? Een goede Koes kan dat ook. Ja. Die is zeker in de weegschaal, maar dan denk ik, als Yates nog geen grote ronde gereden heeft, dan misschien, wie weet. Misschien, voilà. Wie nog dromen heeft voor dat klassement, die weet dat hij in de categorie onder die grote twee speelt. Zijn er misschien wel nog namen die jullie zelf willen noemen? Onder die twee?
kijk uit naar Godu, sowieso, ja, Fransman, waarom niet, hè? Omwille van de vele grapjes die hij vertelt en straffe stoten. En... ja, nee, ja, Mas, ja, maar Mas, ja, we gaan nu wel kijken, hè, dat is altijd... Ja, nee, maar dat is het niet, hè. Dat is echt, nee, natuurlijk dus niet, ja. Daarom ik is weet het des te meer te hopen dat die strijd gaat gevoerd worden tot aan het einde tussen die grote twee. Mm-hmm. Want echt waar, en ik zeg het heel vaak bij wijze van cliché, met alle respect voor de anderen, maar als je daar achter kijkt, dat is bijna zoals het voetbalstadion in Holland, de lange leegte. Dat klinkt nu heel scherp, want omdat de anderen daar zo fel bovenuit steken. En ik heb mij ook jaren bezondigd aan, bijvoorbeeld, Oeran gaat niet meedoen, Landa ook niet. Carapaz, die heeft de smaak te pakken in de Vuelta, 3 ritten gewonnen, die gaat voor de bergtrui. Ik kan me niet inbeelden dat die voor een klassement gaat. Bardet. En ik geef de meeste kaarten, en die wordt zelden genoemd, valt mij op. Jay Hindley. Voilà. Misschien Jay, ja. Hindley, die ook heeft zijn eerste tour, hè? Eerste tour, vorig jaar Giro gewonnen, geen poot vooruit geraakt in de Vuelta, wegens mentaal helemaal kapot en niks meer kunnen. Maar daar verwacht men opnieuw veel van bij Bora. En die zou een stap hoger op moeten zetten. En maar hebben die ooit al één keer meegereden met die mannen? Nee, hè? Nee, maar daarom gaat het over plaats 3. Ja, ja, ik weet het. We zijn nu bezig vanaf plaats 3, hè. Zeker niet om een bedreiging. Hè. En Skelmose ook niet en Simon Yates zeker niet. Carlos Rodriguez vorig jaar lang top 5 in de Vuelta, uiteindelijk 7e. Jong, groot talent. Nog, ja. Wat gaat men daar bij Ineos doen? Pitcock, klassement of alleen maar weer kapen? Ritten, denk ik, ja, ritten. Carlos Rodriguez, klaar voor klassement. En Bernal, ja, je zou het hem zo graag gunnen. Absoluut. Maar ja... Ook daar is het de vraag stellen, het antwoord. Daniel Martinez bij Ineos, als ja, maar toch eerste ook, man in het klassement. Maar ik zet mijn kaarten mee bij Christophe op Carapaz. Carapaz om boel te maken, hè? Dat bedoel ik. Hè? Ja, maar niet voor een klassement. Niet voor een klassement, maar echt om boel te maken. Zo. Ja. Gewoon zo aangaan met Vingegaard. Ja. Vingegaard onder druk zetten. En dan 2 kilometer verder lossen. Ja. Zoals hij in de Dauphiné deed. Dat je zegt, hoe dom kunnen nu zijn? Je rijdt toch, je voelt dat toch als je wegrijdt. Allee, als je met een fiets rijdt, voel dat toch van, oei, hoe ver is het nog? Carapaz kan echt roefelen zo, hè? Dat interval. Ik bedoel, zo gewoon. Ja. Het is wel mooi om te zien. Niet doen, nee. Niet doen, want je gaat verliezen. Ja. Niet doen. Bam, voilà. Carapaz is weg. Als er iemand is om de Tour op te fleuren. Ja, dat denk ik, ja. En de Noren, hè. Ja, X, Uno X. Ja, met die train daar, die is klassement. Ja. Doe natuurlijk niet mee voor een klassement, maar gaat toch proberen en lang aan blijven hangen. Mm-hmm. Iets van daaruit te kijken. En veel spurts. We spreken er eigenlijk weinig over, maar ja, 8, in vergelijking 8 kansen, met de jongste grote rondes krijgen we hier echt wel voor de spurters relatief veel kansen, wat hun status weer een beetje ten goede komt en wat ik alleen maar mooi vind, want ja, ik vind dat ze de jongste jaren wat maar jij spurten en spurten, hè? Je hebt spurten waarvan je denkt dat... Echt zuivere massasprinten, denk ik, vind ik er maar 4 eerlijk gezegd. En de anderen zijn eigenlijk zo geaccidenteerd. Ja, en er zijn er dan nog bij die zuivere zijn er dan ook nog bij waar net voor de finish nog iets gelegd was. Waarbij een ploeg als... Maar ik ben optimist. Ik ga voor 6 op de 8. Ook. Maar waarbij een ploeg met een sterke sprinter die iets bergop kan rijden, zou durven zeggen, oké, we gaan daar die of die op kop zetten om... Eraf te gooien. Om aan Mark Cavendish zeker geen kans te geven voor nummer 35. Om Jacobsen eraf te gooien. Om Jordi Meus, dat denk ik ook. Ik zie eigenlijk maar echt 4. Ik vind relatief weinig sprintkansen. Mm-hmm. Jasper Philipsen die wil dus heel graag voor die groene trui gaan. Op hoeveel van die 8 sprintersritten mag je zijn zinnen zetten? Het hangt een beetje af hoe dat er gekoerst wordt ervoor. Ja. Hij is een van de betere sprinters die wat bergop kan rijden. Dan kom je natuurlijk ook met Wout van Aert. Dan kom je bij diezelfde Mathieu van der Poel uit, Ben Girmay uit en nog een paar anderen. Ja, misschien wordt dit een jaar waar de groene trui toch weer eens met het aantal ritoverwinningen wordt beslist. Hè. Dat kan ook, hè, afhankelijk van wie er uiteindelijk zich ontpopt tot kandidaat groene truiwinnaar. Oké, als Christophe zegt er komen maar 4 massasprints, voor de pure sprinters gaat dat niet gebeuren, maar als er 6 komen, dan kan het wel. Dus veel zal afhangen van de beslissingen, hoe er gekoerst wordt, hoe ploegen een wedstrijd tactisch aanpakken. Als Wout van Aert rijdt, zoals vorig jaar, dan gaat hij vrij snel in de groene trui terechtkomen en dan zal hij hopen dat er op het thuisfront niets gebeurt. Dus veel alsen, maar ook toch...
vind ik, veel kansen. En ik ben ervan overtuigd dat bijvoorbeeld Jacobsen een betere constellatie aan de Ronde van Frankrijk begint dan vorig jaar. Mm-hmm. Waardoor hij misschien ook wel groen zal dromen. Zeker. Maar dan moet dat zich ontwikkelen in de loop, door in zijn de loop laatste van de wedstrijd. Ronde van Frankrijk voor Soudal Quickstep. Want ja. Trekt naar DSM ook, dacht ik, volgend jaar. Men zegt, ja. Mm-hmm. Dat zegt men. Daar wil men opnieuw bouwen aan de dynastie Kittel Degenkolb als grote sprintploeg. En mm-hmm. men heeft daar niet blijkbaar het allergrootste vertrouwen of in Welsford. En zou inderdaad, maar goed, ja, zou. Maar ik wou nog één dingetje zeggen over uh-huh. Philipsen, op wat José altijd zegt. Eén keer gewonnen, dan is ergens intern in het hoofd een knop omgedraaid. Dat vorig jaar twee keer gedaan. Dat gaat hem daarom niet extra vleugels geven, maar wel dat mentale voordeel van yes, I can. Daar begint hij eigenlijk al met een moreel voordeel, wetende wat hij kan, en dat gaat hem nog extra pushen. En dat is verdorie een vechtersbaasje, hè? Ook mentaal. Philipsen, daar kom je zomaar niet voorbij, hè? Dus dat is echt een vechter. En ja, ik zet daar toch heel veel kaarten op. Mm-hmm. Heel veel vertrouwen bij Philipsen zelf ook. Er is nog een sprinter die waarschijnlijk niet voor de groene trui zal gaan, niet meer zal kunnen gaan, maar Mark Cavendish kijken we wel heel hard uit. Ook zijn laatste jaar uiteraard kan dat record van Eddy Merckx spreken, zijn 35e rit zeker. Zie je het gebeuren? Ik zie het gebeuren. Als hij een rit kan winnen in de Giro, dan op het einde dan nog van die Giro, mm-hmm. dan zal er wel ergens een etappe zijn waar die puzzel past. Maar meer dan één rit zie ik dan eigenlijk niet winnen. Nee. Het is Cavendish, je kan het niet uitsluiten. Het is het enige moet het gebeuren? Nee. Het is het enige nog dat hem draaiende heeft gehouden. Als hij er nog bij is op de Champs-Élysées. Ik bedoel, daar wordt 55 kilometer gekoest. Hè. Dat is 60 kilometer aanloop en dan is het criterium van 55 kilometer. Het kan evengoed, hij heeft het gedaan in Rome, het kan evengoed op Bichon gebeuren en dan heeft hij het record zet op de allerlaatste dag. En dan, daar won hij wel, dat zeg je heel duidelijk, door de grote vermoeidheid van andere sprinters. Ja. Daar was eigenlijk, is hij het minst kapot gegaan. Maar voor het record, ik denk ook dat Merckx hem dat absoluut zou gunnen. 35 zit zeker. Wij gunnen het dan niet, hè? België gunt het dan. Stel je voor. Ja, het blijft toch wel. Ik gun het dan wel. Eigenlijk wel. Ja. Het is toch wel een levende legende. En dan, stel hij wint op de Champs-Élysées en dan als er twee naar op het podium en dan de mic drop en hij zegt: guys, this was it. Ik stop ermee. Dat zou toch een fantastisch einde zijn. Absoluut. Ex-wereldkampioen Sanremo, recordhouder in een Tour. Oké, nu ga ik met Peter tot spelen. Een record gunnen in een massasprint door de andere sprinters. Maar wat zeg je? Het is ook een fulltime job. Maar ik denk dat het... Dat zou toch geweldig zijn. Een mooi scenario. Een etappe winnen in de Giro met Lee Dowd als Geraint Thomas. Maar die is hier niet. Mm-hmm. En die duur bevochten zegen daar op de Champs-Élysées. Dan moet je wel volk voor hebben om daar te blijven en om daar te zitten. Hè. Nee, dat is waar. Dat wordt het moeilijkste, denk ik. Zijn team, als Kees Bol zich inderdaad kan opwerpen als zijnde een lead-out. Nu zijn we wel ongelooflijk veel aan het tappen. Ja, als we al beginnen vooruitblikken naar de Champs-Élysées. Maar jij bent er ook begonnen. Ik ben niet op de Champs-Élysées begonnen. Maar Kwiatkowski rijdt ook nog met Ineos, dat is misschien ook nog een vriend. Ben Turner en Pidcock spreken ook Engels, wie weet. Enfin. Moscon ook. Dingen ook. Moscon is ook tot alles Morkov, in staat. Ja. Kan ook wel. Cavendish kan geholpen worden. Er is nog een naam die we nog niet genoemd hebben of die we nog niet besproken hebben. Het is geen sprinter. Maar Julien Alaphilippe, ook in de Dauphiné, opnieuw gretig, opnieuw gewonnen, José. Ik zag dat je positief was over Alaphilippe. Oh ja, ik vind dat geweldig, hè? Want er is toch wel heel veel gebeurd na die valpartij in de Ronde van Vlaanderen. Vooral na die valpartij in Luik-Bastenaken-Luik, uiteraard. Tijdje weg geweest van toch het niveau wat hij normaal gezien. Dan een hele discussie met Patrick en weg en niet of wel. Hij heeft nog een jaar contract. Mm-hmm. Dus hij is zomaar niet weg. Er werd zoal geschreven van die is naar de uitgang, maar ze voorlopig nog niet. Of er zou nog iets moeten gebeuren. Dus ik denk dat Alaphilippe fier genoeg is en gretig genoeg is om er iets van te maken. Ze hebben heeft niemand voor zich uit, moet naar niemand niet kijken. Mag zijn eigen koers rijden, denk ik, samen met Asgreen. Asgreen die misschien nog iets meer in de lijn moet voor Jacobsen. Zal ook wel zijn ding doen. Maar Alaphilippe is een vrije vogel, heeft Devenijs bij zich als rustgever misschien.
Dus maar dat is wel veelzeggend, vind ik. Toen ja? ik ook de selectie zag van Dries Deveneens, dacht ik, oké, dat doet me niet zomaar. Nee, een bijna 40-jarige. Voilà, die je van Avermaat is het niet gegund. Nee. Ja, maar dit is geen kwestie van gunnen, hè. Dit is een kwestie, ik heb Deveneens in de Dauphiné bezig gezien. Nee, er zat poeier achter. Ja, en als hem kwam op de juiste momenten zo, en dat heeft Dries Deveneens in zich, en piloteren en dan op dat laatste moment afzetten, dat heeft hij in het verleden meerdere keren gedaan. En ik denk dat hij gewoon een belangrijke man is om daar, om Alaphilippe. Het enige, uit het Belgisch zeg ik nu, het Frans kampioenschap zondag op de Kasselberg, een parcours voor hem, en daar geeft hij dan op, Alaphilippe. Dat is het enige waarvan je zo kan zeggen. Mm. Maar als dat zondag inderdaad daar ook zo warm was, we hebben gezien bij ons in België wat dat teweeg brengt. Ik heb renners zondag, de voorbije zondag, 5 kilometer op kop zien rijden, die ik anders 50 kilometer op kop zie rijden. En dan weg. Zo eens één keer komen kijken. Voilà, Van Herbergen plots weg en zo. Wat en dan denk je, ook Tim de Klerk, dat je denkt van, dat is een man die rijdt hier 50 kilometer op kop. Dat was er ook wat over. Een heel speciale koers. 4000 en hoogtemeters. Ja, voor was in de 30 keer de kassel op. 32 keer, maar ja, ze komen met 20 één voor één binnen. Valentin Madouas wint wel. En Alaphilippe zou je kunnen zeggen ten opzichte van Valentin Madouas. En hij geeft dan op. Dat is gewoon een open vraag. Van, is dat slechte generale repetitie op een parcours dat volledig het zijne is? En volgens mij is hij ook nog nooit Frans kampioen geweest. Dus dan geef je ook niet zomaar op. Of... Ik denk dat hem niet interesseert. Ja. Ja, het zal, de Tour is, een Frans kampioenschap in vergelijking met een toeretappe of de gele trui dragen is eigenlijk in het Franse wielerfirmament stelt dat weinig of niks voor. Ja. Alleen als je die trui hebt en je kan ermee rondrijden in de Tour, dan kan je de legende extra stofferen, maar voor de rest... Het was nu ook niet dat hij zoveel overschot heeft aan overwinningen dit seizoen. Hè. Dus dan zou ik zeggen, grijpen wat je kan. Maar goed, dat zullen we zien. Misschien is deze discussie in Baskeland volledig achterhaald wanneer hij maandag in het We spreken over... We spreken altijd over dat soort parcoursen en koersen als we ervan uitgaan als die renner zijn niveau haalt. Mm-hmm. En dat is de grote vraag, want het is wel een lastig parcours. Een sprint is een sprint. Als het een vlakke sprint is, is het geen lastige etappe geweest, dan kan je ervan uitgaan, oké. Maar in het Baskenland ga je vanuit Alaphilippe altijd als hem goed is. Wout van Aert altijd als hem goed is. Want die koers is lastig genoeg om... De selectie te maken. Ja. Mm-hmm. Om op uw gebreken gebezen te worden. Absoluut. De 40ste in ons nationaal kampioenschap, die is er niet bij. Greg van Avermaat, daarnet al even genoemd, vind je dat jammer? Ja, ik lees dat in de krant en ik zie ook dat Gianni Vermeers niet mag meegaan. En ik zie nog een deel jongens die teleurgesteld zijn. Ja, maar dan moet je de ploeg bekijken. En dan zeg je, oké, wat ga je daar doen? En dan lees ik ook, ik had op meer... Respect gerekend. Ja. Voor een hele carrière. Dat mag je niet doen. Uh-huh. Want dan moet je ook Thomas de Gent meenemen. En daar leeft het peloton niet van. Uh-huh. Ik bedoel... Want dan wordt het zo'n beetje zoals ook Johan Museeuw op het einde van zijn carrière. Er is een gebrek aan respect. Ja, maar goed, maar waarom heb je dan een ex-Olympisch kampioen in de rangen als Aage de Zer? Dat telt ook niet. Een ex-Olympisch kampioen, dat telt niet. Palmares, dat is voorbij. Je moet nu kijken. Hij had ritten kunnen winnen vanuit ontsnapping. Klaar. Ritten kunnen winnen. Of een rit, ja. Ik vond dat voldoende. Ik vind dat hij moet zijn. Kijken, als je die ploeg bekijkt, dan zitten niet veel jongens bij die als afwerker kan boekstaven. Nee, je hebt Cosnefroy, je hebt Naassen, je hebt Nans Peters. Ja. Pas op, Nans Peters, dat is een gevaarlijke klant. O'Connor, Paré-Peintre, Félix Gall. Ja, niet min. Stan de Wulf. Ga je de Wulf thuis laten? Elke renner die in die selectie zit, die kan de Tour rijden en verdient ook de Tour te rijden. En dan, als je spreekt over emoties... Ja. Ik denk dat maar ergens vind ik dat wel jammer. Dat die emotie, dat alles moet zo... Maar dat kan niet, Renaat. Je spreekt over een budget van een wielerploeg en over klassement en resultaatrijden. En hij kan nog winnen. Dat weet ik. Van Avermaat is net nog ietsje meer winnaar dan een Naassen. En ik denk dat ze bij Aage de Zer hebben geredeneerd. Naassen naast O'Connor zetten, daar kunnen we echt gif op innemen. Die gaat dat 3 weken doen. Maar Van Avermaat heeft in zichzelf misschien nog net iets dat kleine stemmetje, je weet maar nooit, misschien kan ik toch nog...
zoals Bakelands destijds gedaan heeft bij AG de Zijde. Die moest altijd bij Bardet blijven, maar wat deed Bakelands? Hij ging ook een paar keer mee in de ontsnapping, wat niet de bedoeling was om aan zichzelf te denken. En ik denk dat men daar heel duidelijk wiskundig gezegd heeft, Naassen bij O'Connor, Cosnefroid mag in de gepresenteerde ritten zijn ding doen. En Van Avermaat, ja. Ja, want je hebt hier bijvoorbeeld Bertet. Renner, die zal volgend jaar nog bij AG de Zij rijden. Die denkt, ja, als we die meegeven, dan kan die al proeven van de Tour. Anders is het volgend jaar weer zijn eerste Tour. Mm-hmm. Dus ik bedoel, zo ga je ook redeneren als ploeg. Hey, Greg is het zijn laatste Tour, die heeft al zoveel koersen gedaan. En ik weet het, maar emoties tellen daar niet mee. Dat is toch jammer? Ja, maar in het leven, ik vind dat jammer. Waar kan je op emoties rekenen? Ik wil graag naar Brussel. Ik wil graag naar Frankrijk. Thomas de Gent heeft een van de overwinningen in Saint-Etienne gezorgd een paar jaar geleden. De Tour, fenomenaal. Ja, maar het laatste wat je wil is dat de koers een compleet gerobotiseerde sport is. Ja, maar dat is wel. Natuurlijk, maar kijk, stel nu, Thomas de Gent wint vorig jaar nog een etappe in de Giro. Ze geven hem een nieuw contract. Mm. Bij veel andere ploegen zouden ze gezegd hebben... Dat zou wel eens het laatste wapenfeit kunnen zijn van Thomas de Gent. Moeten we die dan nog nemen of moeten we die niet nemen? Het is met uw geld dat je speelt. Hè. Je geeft uw geld weg aan renners. Hè. En dan moet je wel de beste ploeg zetten. En over laten proeven gesproken, José, als ik daar mag op inhaken, wat je zegt ook van die Bertet. Hè. Dat zien we nu bij Maxime van Gils. Bij Lotto, die mag echt en moet zijn kans gaan. Maar vandaar ook dat ik daar straks zei, een Ayuso... Bij Emiraten nog maar 20 jaar, maar die vorig jaar wel top in de Vuelta. Op die leeftijd... Die gaan nu weer terug naar de Vuelta. Hè? Ja, maar waarom laat je die nu al niet mee proeven? En misschien zelfs als puntje bij paaltje komt, bliksemafleider voor... Ja, maar dat is omdat ze denken dat ze de Vuelta kunnen winnen met Ayuso. Wordt de opvolger van Pogacar. Maar in een ploeg als UAE, nu na het verlies van vorig jaar... Nee, dat is wel waar. Het verlies heeft daarmee te maken. Anders daar begint alles mee. Hebben mee kunnen sturen. Vorig jaar was het, we gaan naar de Tour voor de derde keer. We gaan dat wel regelen. Pogacar won op zijn 21ste ook zijn eerste Tour. Volgend jaar is Ayuso 21. En in één keer staan ze daar en ze verliezen tegen een geweldige Vingegaard. Ja. Pas op. Niet denken dat ik Vingegaard geen geweldige renner vind. Mm-hmm. Maar ik bedoel, ze hebben daar toch fouten gemaakt en daar hebben ze uit geleerd. En ik denk dat ze dit jaar die fouten niet... Ja. Nee. Gaan proberen maken. Met Marché zonder enige Belg. Dat is waar. Ja. 21 Belgen hebben we daarnet geteld. Zijn er van die Belgen namen waar jullie ook nog veel naar uitkijken? Jordi Meus. Jordi Meus. Gaat hij als eerste sprinter mee voor Bora? Ja. En met een hele goede lead-out. Misschien wel de beste van allemaal. Wereld, ja. Danny van Poppel. En wat het straffen is, hij vertelde mij voor de start van het BK afgelopen zondag. Ik zei, amai, chic, Sam Bennett uit de selectie. Uh-huh. En hij zei dat er zelfs nog een speciaal trainingskamp is geweest van Bora na de Dauphiné voor Sam Bennett. Oké. Okay. je weet wat Sam Bennett is overkomen, hè? Ja, maar hij heeft... Hij is nog vijf minuten gereden van Healy. Ja, dus als ik even mag over Jordi Meus. Meus heeft dan ook nog eens, hij is op den berg gereden. Brussels Cycling, waar hij geklopt werd. Bos was op zichzelf. Dus die jongen ging er helemaal niet van uit om naar de Tour te gaan. Uh-huh. Dat was een trainingskamp voor Sam Bennett. En vorige week zeggen ze, we gaan jou toch de kans geven. Want die stond eigenlijk mentaal op... stilaan weer een beetje rusten. En nu moet hij zich gaan opladen voor die Tour de France. Ik vind het is echt een... Ja, ook in de omgang een heel fijne jongen. Maar op basis van fijn win je niet alleen maar ritten. Maar inderdaad, Danny van Poppel, zoals hij zelf ook zei. Als ik van Poppel kan volgen, is de kans groot dat ik ritten win. Want dat is een top lead-out. Hè. Dat is echt... Dus Jordi Meus, Maxime van Gils, vorig jaar... ondergepresteerd in de Vuelta. Daar moest hij ook al in een ploeg van vrijbuiters zijn kans krijgen. Corona gehad. Was niet altijd bij de les om mee te gaan in de ontsnappingen, zeiden de ploegleiders. Hebben hem daarop gewezen. Dus die moet nu echt wel een stapje hoger opzetten. Ik kijk ook uit naar een Jasper Stuyven. Vaak net niet ritoverwinning in de Tour. Stranden met het zicht op de streep. Toch ook al ietsje bij de ouderen in een ploeg met een Ciccone die voor de bollen zou willen gaan. Een Simmons, Skelmose, klassement, Pedersen voor de sprint. Wat is daar de plaats voor een Stuyven? Mag die aan zichzelf denken of niet? Kan dat nog? Quinten Hermans, bergop bij Alpecin. En Dylan Teuns natuurlijk, die na een heel slecht, die na een geen goed voorjaar...
helemaal heeft toegewerkt naar dit ene ding, de Ronde van Frankrijk. Ook en in Zwitserland goed was. Goed was, ja, absoluut. Maar ook een ploeg met vrijbuiters, zoals er eigenlijk heel vele zijn. En dat vind ik wel een trend, of een opvallend iets in het deelnemersveld, dat heel veel ploegen al zeggen of wij hebben geen klassementsman, of we laten onze klassementsman thuis, omdat het toch geen zin meer heeft tegen die grote twee. Uh-huh. En we gaan met ploegen en met renners met heel veel vrijbuiters zonder ons te richten op een klassement. Ik kijk uit naar Victor Kampenaars. De bijna bergkoning van wat de Dauphiné. Wat toeren dat hem allemaal gaat uitsteken. Ja. Ik bedoel, ongeleid projectiel. Ja, zo in de Tour, wat eigenlijk wat dat helemaal niet kan. En Victor gaat dat er toch doen, denk ik. En voor zo'n jongen als Florian Vermeers in deze setting hoop ik dat hij de vrijheid krijgt om ook eens mee te glijden. Want anders is dat weer een Tour waarin zo'n Florian Vermeers alleen maar moet rijden voor. Brent van Moer is er zelfs niet bij. Die jongens worden ook een dag ouder. Ja, dat is niet oud, maar iedere keer weer, zoals jij zegt, José, een jaar voorbij. Ja, maar dan ga je toch eens moeten leren koersen ook. Zondag weer in dat kampioenschap van België. Ja, maar hij was niet de enige die niet heeft meteen gereageerd op het wiel. Nee, maar hij was mee. Ja. Rijden. Ja, te veel energie. Ja. Rijden. En als je dat in de Tour doet, mee in een ontsnapping. En je denkt van, ja, ik ben mee. Ik ga de ontsnapping meedragen. Geen prijzen. Nee. Linkerballen en leep zijn, hè, maar goed. Ja. Eten, Quinten drinken, Hermans, kijken. Een jaar te laat in de Tour. Ja. Eigenlijk wel, hè. Maar hij is er nu, hè. Uh-huh. Ook om daaruit te kijken. Mag je los van der Poel rijden? Is hij ook iemand met carte blanche? De scenario's van de verschillende ritten zullen bepalen. Hè. En als hij in een positie komt waarin hij kan scoren, dan zal hij door de ploeg gesteund worden. Twijfel ik niet aan. Ik denk dat Quinten Hermans in een uitgelezen ploeg zit. Uh-huh. Mee. Hij kan profiteren van de favoriete rol van... Mee in een ontsnapping. Niet rijden. Want achteraan hebben ze met een Mathieu van der Poel en met een Kra Andersson. Niet uitvlakken. Zeker niet uitvlakken. En eventueel een Philipsen. Uh-huh. Ja, dan spaar je al uw renners op. Anders moet je mee in de trein en de boel controleren. Als je iemand meestuurt. En hij is redelijk snel. Ja. En we hebben ze nu toch bijna allemaal genoemd. Stef Kras. Ja. Zijn carrière niet kunnen maken bij Lotto. Dan naar het, zoals je hier en daar hoort, soms het zootje ongeregeld van Total Energie trekt. Mm-hmm. Maar het feit alleen al dat hij in die selectie is opgenomen, zegt heel veel, vind ik. Hè, met de volledige hofhouding van Sagan, Daniel Os, Boas van Hagen, intussen ook al richting de 40, en Turgy. Daar dan in dat gezelschap zitten, als Belg in een Frans team en geselecteerd worden als klimmer. Ja, dat zou je ook bijna zeggen. We hebben het daar straks gehad over gevoelens spelen geen rol in een Tour. Maar dan zou je bijna wensen dat die jongen echt met de kop boven het water kan komen. En echt laten zien wat hij intrinsiek als getalenteerde renner in zich heeft. Mm-hmm. Stef Kras. Kijken we naar uit. Ja. Sagan zelf, José. Ging ik net noemen. Voilà. Ja, kijk, de laatste afscheidnemers. Daar moet ik jou één vraag over laten beantwoorden, vind ik. Hij heeft zelf gezegd na de Ronde van Zwitserland... Een achtste groene trui is niet onmogelijk. Ja. Ik, ja. Nee, dat is... Mij is gevallen, hè. Ja. Ja. Dus ja. Hij heeft ons heel veel plezier bezorgd. Maar het is nu gedaan. Maar nee, inderdaad. Sagan zelf heeft ook al gezegd dat de Ronde van Frankrijk niet zal missen. Als hij stopt. En bij hem snap je dat wel, denk ik. Heeft wel, dat is ook een beetje jammer om dat te zeggen, want het heeft een groot deel van zijn carrière gemaakt. Ja, met al zijn groene truien naast die wereldtitels. Maar je mist het stressen niet, hè? Ik denk dat hij de Tour wel gaat missen, maar de stress er rond. Je moet een kat ervoor noemen. Mist niemand. De Tour is de belangrijkste wedstrijd op de kalender, maar het is ook de grootste miserie die je kan meemaken als renner, omdat de stress zo extreem is op alles en iedereen. Het is echt wel een hondenstiel tijdens dat rondje van Frankrijk. Er allemaal naartoe. Ja. Ja. Nou, klopt. Je zit toch nergens beter dan in zo'n leuke kamer in Brussel? Oei, het was eigenlijk tot nu toe leuk geweest. Nee, maar goed, jullie hebben die Tour wel een heel jaar lang moeten missen. Jullie kijken er terug naar uit. 3 weken lang mogen jullie er terug bij zijn, Renaat, José en Christophe. En u kan alles uiteraard bekijken op VRT1, ook op Radio 1. En alles vindt u terug op sportza.be. Bedankt om deze Sportza-video te bekijken. Een like of reactie achterlaten mag altijd. En vergeet ons zeker niet te volgen. Dat doe je hier. En wil je meer video's zien? Check zeker VRT Max of klik hier. Bedankt om deze Sportza-video te bekijken. Een like of reactie achterlaten mag altijd. En vergeet ons zeker niet te volgen. Dat doe je hier. En wil je meer video's zien? Check zeker VRT Max of klik hier.